In deze ASCC-les gaan we een bestand openen in de werkfolder 1 van digitale beeldbewerking 1. Dus we gaan naar bestand, openen, werkfolder en dan kiezen we parkeren 1, open. Nou, hier staat het plaatje en wat we hiermee gaan doen is in feite dit lampje wat hier aangegeven staat, kopiëren naar boven en dat moet ook rood worden. Dus we nemen het rechthoekige selectiekader, dat zetten we eromheen. We zeggen bewerken, kopiëren, bewerken, plakken. Dan schuiven we deze op en zetten we op die plek neer. Dan maken we de zichtbaarheid daarvan even ongedaan. Dan kiezen we de achtergrond nog een keer en kiezen de bovenste lamp, selectie, kopiëren, oké, bewerken, kopiëren, bewerken, plakken en deze noemen we, die is donker, even kijken, deze is dus laag 2, sorry, die is donker en deze moet uiteindelijk rood worden, dus die gaan we rood noemen. Goed, dan zetten we deze nog een keer aan, dan hebben we twee groene lampjes, dan pakken we donker, die selecteren we en nemen de verplaatsingstoel en verplaatsingstoel, dit is de blijkbaar de rode, ik wil de donkere hebben, donker wil ik hebben, dan zet ik deze even uit voor de zekerheid, verplaatsingstoel, dit is de donkere, die zet ik nu even op de plek waar groen was. Dan zet ik deze nog even aan. Die staat nu op de goede plek. Dan ga ik die selecteren, deze laag. Wat we natuurlijk doen is we gaan naar verbeteren. Kleur aanpassen. Kleur vervangen. Oké. Wat we nu doen is we kiezen met onze pipet een kleur groen. Dan kiezen we met de andere pipet nog een andere kleur groen, een donkere kleur groen. Hier kunnen we zien wat ongeveer geselecteerd is en de overeenkomst die gaan we vergroten, want het is voornamelijk groen. Zeggen we al dat spul wat groen is, dat moet als resultaat rood worden. Nou, oké. Dan gaan we naar rood toe en dan maken we het rood. Oké, dit is in orde. En hiermee hebben we een rood licht gecreëerd met het wit wat er oorspronkelijk ook bij het groen is. En we zeggen hier oké. Nou, wat we nu kunnen doen is dus door de lagen aan en uit te zetten, kunnen we dus het licht min of meer van kleur laten verspringen. Dat is de bedoeling voor de latere videobewerking die we hierop los gaan laten. Wat ik nu wil gaan doen is hier een parkeerbord aanbrengen en eventueel straks ook een eurobord om te laten zien dat je van vrij parkeren eigenlijk overgaat naar betaald parkeren en dat is meer en meer een grapje dat we willen uithalen in de video. Maar dat doet hier niet zo ter zake. Om nu uit te vinden hoe groot ongeveer dat bord moet worden wat we hier gaan creëren, doen we het volgende. We gaan naar het denkdrom. In eerste plaats dat de achtergrond hier actief is. Dus we gaan naar het rechthoekige selectiekader. Dat is actief. En dan teken ik hier ongeveer het bord in de grootte, zo groot als ik dat wil hebben. Dan zeg ik bewerken, kopiëren.
En nu onthoudt het systeem wat daar de grootte van is. Maar daar ga ik nu lekker geen gebruik van maken. Wat ik gewoon ga doen, is ik zeg bestand nieuw, leeg bestand. En dan krijg ik hier al de afmeting 190 bij 190. Verrassend dat ik dat in één keer zo goed had. Is helemaal niet zo belangrijk, maar een geluk bij een ongeluk. En dan noem ik dat bord. Oké. Krijg ik hier een bord van 190 bij 190. Dat is weliswaar wit, dus, maar ik wil dat blauw hebben. Dus ik kies voor blauw. En ik kies deze kleur blauw. Lekker donker, dat we iets lichter hebben. Het is een beetje parkeerblauw. En ik schenk dat bord vol. Zo. Dan maak ik hem iets groter door in te zoomen. Oké, nog een keer. Zo. Dan kies ik voor tekst. Want ik wil er tenslotte een letter P op hebben van parkeren. Nou, klik ik hierin. Nu zie ik dat de tekstkleur overgenomen wordt van de achtergrond. Kleur, en dat wil ik niet, ik wil dat wit maken. Oké, nu kan ik hier de letter P intikken. Dat heb ik gedaan met Verdana, regular, misschien zou ik zelfs bold kunnen nemen, ik weet het niet, even kijken. Als ik hier bold neem, is dat een mooiere P? Nou, misschien wel. Dus die kies ik dan. En, maar die is niet van de juiste grootte. Hoe kan ik dat bereiken? Door naar afbeelding te gaan. Transformeren. Vrije transformatie. Nee. Zo. Ja, vrije transformatie. En dan trek ik hier aan die pulkjes. En dan maak ik een P die past. Dan zet ik hem ook nog min of meer in het midden op zijn plek. En ik zeg, oké, dat is mijn P. Dan wil ik daar nog een mooi wit randje omheen maken. Ik maak opnieuw de achtergrond actief. De tekst P die ligt hier overheen. Dan ga ik een rechthoekig selectiekader nog een keer nemen. En ik teken hier een rand. Zo. En ik zeg selecteren, bewerken. Omranden brede 3 pixels. Nou, misschien kunnen we er 4 van maken. Oké. Dan gooi ik daar in die rand wit. En ik ga eens kijken wat ik gemaakt heb door 1 op 1 te kijken. En ik ga even die rand deselecteren. Nou, ik vind het een mooi parkeerbord. En dan kan ik zeggen bestand. Zorg even dat de P ook geselecteerd is. Eigenlijk beide lagen, dus door de shift toets in te drukken, zijn beide lagen geselecteerd. En nu kan ik zeggen bestand. Opslaan als. En dan doe ik een JPG natuurlijk. En dan noem ik dat bord parkeren. Oké. Goed. Dan sluit ik dit natuurlijk niet. Wat ik ga doen is dat ik deze onzichtbaar maak. En nu ga ik op zoek naar het euroteken. Nou, we krijgen nu het euroteken als volgt. We drukken de Alt-toets in. En dan op het nummerkje keypad 0128. En dan moet het euroteken verschijnen. 0128. Enter. Oké, en hier hebben we het euroteken. Nou, dan doen we hetzelfde als met de P. We gaan naar bewerken. Even kijken. Het euroteken moet actief zijn. Oké, we zeggen bewerken. Oh, sorry, afbeelding. Vrije transformatie. Kiezen we weer en we gaan het euroteken op zijn plek zetten. Zo. Is wel een mooi plaatsje. We zeggen akkoord. En nu zeggen we welke lagen we
kijken, actief willen hebben, we willen het euroteken actief hebben en we willen de achtergrond actief hebben. Dat doen we door de controltoetsen te gebruiken. We zeggen dus euroteken en dan control achtergrond en nu hebben we euroteken en achtergrond actief. We zeggen bestand, opslaan als, als een JPG-file. Dit is hem, ja. En dan noemen we het bord. Bord euro. Opslaan. Oké. Dan gaan we het er gewoon uit. Hier hebben we dus ook. Zeg dat we dit ook nog even voor de bord in zijn totaliteit ook willen opslaan. Vinden we prima als we nog eventueel terug moeten keren. Nu deselecteren we dit nog even. We gaan nu naar bestand openen. Drukken de P in van parkeren. Kijken. Oh nee, van B van bord, sorry. Hier staan de borden. P openen. Selecteren alles. Bewerken, kopiëren, dan gaan we terug naar parkeren 1 en we zeggen daar bewerken, plakken, oké, verplaatsingstoel activeren en hierheen brengen. Even kijken, dit is het parkeerbord, dit is niet zo gunstig, noemen we parkeren. En nou, dat bord zouden we eventueel natuurlijk zo kunnen manipuleren dat hij meer in perspectief staat. En dat kan natuurlijk met bewerken, sorry, afbeelding, transformatie, vervormen. Nou, we kunnen hier eventueel een klein beetje scheef maken zo. Dit ook een klein beetje scheef, zodat hij meer de lijnen moeten natuurlijk horizontaal blijven, maar zo lijkt het alsof hij op de paal zit. Goed, misschien nog iets kleiner zo hier. Ik wil hem eigenlijk op dat randje hebben wat hier loopt, want dat is een goede indicatie. Oké, hier zo. Wil je nog iets uittrekken zo? Goed, nu zit het bord erop. Dat vinden we prima. Nu kunnen we dat andere bord ophalen. Bestand openen. Dan weer bij het bord kijken. Dan pakken we het eurobord openen. Zeggen selecteren. Alles. Bewerken. Kopiëren. Het ligt nu op het bureaublad. En we gaan weer naar parkeer 1 toe en we zeggen bewerken, plakken en we hebben het eurobord. Dat verplaatsen we dan natuurlijk ook hier naartoe. En wat we nu doen is ook hier weer afbeelding, transformatie, vervormen. Nou, moeten we hem op dezelfde punten zetten als het parkeerbord. Kijken. Deze staat goed. Deze ongeveer hier. Zo. Oké. En wat we nu kunnen doen is twee type plaatjes maken. We willen in ieder geval, als die op rood staat, dat willen we stoppen. Dat we ervoor moeten betalen. En laten we hier nog maar even zeggen, dit was parkeren en dit was betalen. Dan weten we tenminste waar we het over hebben. Dan willen we parkeren uitzetten. Betalen laten we aan. En rood zetten we uit. Donker zetten we uit. En sorry, dan moet natuurlijk het bord parkeren. Betalen uit en parkeren aan.
groen licht is parkeren. En als we moeten gaan betalen, dan komt betalen aan en dan moet rood ook aan en dan moeten we in principe nog dat groen uitzetten door de donker overheen te zetten. Oké, en dit zijn de twee plaatjes die we willen creëren.